beetje in. Mag je even stoppen met touw opgeven? Zet maar, mag je één voet. Lieve mensen, welkom bij Nieuwsgierig. Maar voor we beginnen deze week willen we eerst even iets tegen jullie zeggen. Wij lezen namelijk ook de comments en het is blijkbaar nog niet helemaal duidelijk. De gierigasten zijn gestopt. Ze gaan ook niet meer terugkomen. Dus als je hier puur en alleen bent voor de gierigasten, zeg dan je abonnement op, want dan gaan we je teleurstellen. Zij hebben hoogstpersoonlijk het stokje aan ons overgedragen. En wij hebben eigenlijk gewoon heel veel zin om vette shit te maken. Dus hopelijk blijf je. Ja, zeker. Ja, we gaan echt ons best doen. We beloven dat we vette content gaan maken. Ja. Maar ja, de gierigasten... die gaan niet meer terugkomen. Goed, wat gaan we vandaag doen, Lieke? Ja, we gaan kijken of ik over mijn hoogtevrees heen kan komen. Zullen we naar boven gaan? Ja, let's go. We staan op de Ademtoren vandaag. Yep. Ongeveer 100 meter hoogte. Yep. Hoe voel jij je nu? Ja, ik vind het wel een beetje spannend. Ik zie ook, jouw hartslag zit ongeveer op 100 al. Ja. Dat is best hoog. Dat is best hoog. Je hebt ook één keer op tv laten zien hoe erg die hoogtevrees is. Ja, dat was niet zo best. Dat was niet zo best. Nee. Waarom doe ik dit? Zo blij dat ik niet als vogel geboren ben. En ik ben eigenlijk gewoon benieuwd, ja, kan ik hier overheen komen door middel van VR-therapie? Met een VR-bril op ga jij een paar uur lang echt een soort sessie doen. En wat is het doel? Waar gaan we naartoe werken? Ik zie tegenwoordig best al veel in video's dat mensen van de Euromast afzeilen. Ja. En überhaupt daar naar kijken, dan word ik gewoon al misselijk. En dan denk ik, ja, je bent gek, dat doe je toch niet? Ja. Dus dat ga ik doen. Niet mega therapie. Origineel, maar het is wel eigenlijk de beste test die er is om te kijken of jij nog hoogtevrees hebt. Zullen we maar eens over het randje gaan kijken dan? Laten we maar even kijken. Pak mijn hand. Kom. Nou, ik voel me echt een fucking pussy, maar ik vind het echt gewoon niet nice. Nee, maar dat is het dus. Je bent geen pussy. Dit is gewoon echt een fobie. Oké, probeer het. Ik doe met je mee. Nee. Oh. Als je valt ben je dood. Ja, het ding is, die hartslag zit nog steeds gewoon rond de 100. Dus het is gewoon, ja, je bent gewoon de hele tijd zenuwachtig. Oké, Lieke, zullen we je maar eens even van die angst gaan afhelpen dan vandaag? Ja, graag. Tara, je hebt een app ontwikkeld die mensen helpt om over hun hoogtevrees heen te komen. Kan je een beetje uitleggen hoe dat in zijn werk gaat? Het is een complete psychotherapeutische behandeling via de app. Op je telefoon. Wat is dan precies die therapie? Weet van oké, waar ben ik bang voor? Wat is mijn rampscenario? En gaat dat ook gebeuren? Ja. Ja. Klopt het wat ik denk? Oeh! Ah! Oh, sorry. Ik ging per ongeluk naar The Edge. Er zit hier geen balkonleuning. Ah! Oei. Ah, what the fuck? Ik word er helemaal misselijk van. Ik sta nu dus echt op het randje. Als je valt ben je gewoon dood. Ik ben wel eens van het dak afgevallen trouwens. Oh, misschien heb ik het daarom. Ja, gewoon toen je hoog ging. Oh, dat zou zomaar kunnen. Ik heb... Ah, die valt! Oh my god, oh nee. Zo, Luuk, hoe was dit? Ja, het was... spannend. Heb je het gevoel dat het gewerkt heeft? Heb je nu beter die angst leren begrijpen waardoor je misschien... Nou, ik heb wel echt het idee dat ik steeds minder bang werd en hoe langer ik in een level zat ook. Maar dan is natuurlijk de vraag, ja, is dat omdat je er aan gewend raakt? Dat is misschien juist precies het idee, toch? Oh, dat is de bedoeling. Ja. Nou, dan zitten we top. Nou, gaat goed. Denk je dat je de Euromast op durft zaterdag? Zo, ik ben benieuwd, man. Ja, we gaan het meemaken. Oké, Lieke, vandaag is de grote dag. Yep. Ben je er klaar voor? Weet ik niet. Ik hoop het. Ik hoop dat de sessie een beetje geholpen heeft. En ik denk eigenlijk, als ik niet ga huilen, dan heeft het al geholpen. Dan heb ik al stappen gezet. Dan is die angst al gereduceerd, zeg maar. Ja. Ja. Zullen we dat maar doen dan? Oh ja, is goed. Oké, let's go. Kom. Nou. Oké. Dat ging makkelijker dan op de Ademtoren. Je zit nu een beetje zo rond de 80. Ik ben verbaasd. Ik ook. Ja, dit is de moment suprême. Nu gaat het echt gebeuren. Nu begin ik wel echt een beetje woedpoep. 110. Oké, daar gaan we. 111. 111. Ik vergeet helemaal adem te halen. Zo, ik ben wel een beetje aan het shaken nu. Luuk, jij staat ook gewoon te trillen. Ja, het is wel... Oh my god, ik zie jou gewoon trillen op je benen. Ja, het is wel best eng, ja. Oh. Maar kijk hoe... Ja, ik vind het en heel vet, maar ook fucking hoog, ouwe. Nee! Holy motherfucking moly! Oh! Wat moet ik nu doen? Goed zitten. En dan mijn benen onder vandaan halen. Oh my god, ik ben nu aan het trillen. Waar moet ik heen? Waar moet ik heen? Ja, stop je voeten daarin. God, sorry hoor, maar what the fuck? Naar achterleunen, je bent niet goed. Sorry, pardon. Ik vind je verder wel aardig. Sorry. Sorry. Kijk maar lekker touw doen. Oh my god, what the fuck? Oké. Touw doen. Oh my god. Touw doen. Strek je benen. Hou je benen gestrekt. Strek je benen. Heel netjes. Doe het hard. En nu? Een klein beetje een afstop met touw doorgeven. Dan mag je één voet zo hoog mogelijk onder de rand zetten. Strek je benen. Geef maar touw door. Geef maar touw door. Hoe ga jij? Ik ga goed. Ik vind dat je het fucking goed doet, schat. Oh my god. Even zwaaien naar de lieve mensen. Hi, hallo. Ah! Smakelijk. Ik wil niet draaien. Ik wil weg. Ik wil weg. Oh my god, what the fuck! Lekker Lieke, ik ben trots op je. Kijk eens hoe goed je gaat, hé. Oh, oh motherfuckers, ouwe. Ik hang aan de fucking Euromast. Ik heb misschien een heel klein beetje gehuild. Ik zag een klein traantje over je hang rollen, ja. Ah, what the fuck? Waarom wint het? Waait het? Ah! 2 seconds later. Dit is op zich wel leuk, dat gewiebel. Oei. Ik kijk nu dus naar beneden. En ik tol. What the fuck. We gaan door. Oei! Oh, dit is leuk. Oeps. Ik had nooit gedacht dat ik jou hier lachend vanaf zou zien komen. Ah, ja? Ja, de laatste 3 meter vond ik erg leuk. Kom eens even hier. Ik had iemand voor me, dat vind ik echt lief. Ik ben trots op je. Oh, ik ben ook trots op jou hoor. Oh my god. Hey, en ik wil niet veel zeggen, Lieke. Ja. Maar volgens mij heeft die therapie best gewerkt. Nou, ik zweer het, zonder die therapie had ik dit echt niet gedaan. Volgens mij kunnen we een conclusie trekken. Ja. Therapie voor je hoogtevrees. Het werkt. Als het werkt. Als ik gewoon elke dag blijf doen, dan weet ik zeker dat het steeds beter gaat. Ja. 100%. Nou, dat is ook wel fijn. En ik heb ook een beetje genoten, maar ik heb wel naar beneden gekeken. Hey, ik ben trots op je. Ik ook. Goed, vond je dit een leuke video? Doe dan even een blauw duimpje omhoog. Laat het weten in de comments. Abonneer als je het wel leuk vond. En dan zien wij jou volgende week weer. Tot volgende week. Ciao.